De Home Wizard watermeter. Hier ligt hij. Is al een tijdje uit. Het is in feite een meter die je op je watermeter kunt klikken, zodat je je eigen waterverbruik ook inzichtelijk hebt in de Home Wizard app. Dat is handig sowieso om je waterverbruik bij te houden. Wanneer verbruik je op een dag water? En als je het correleert, bijvoorbeeld als je een cv-ketel hebt met je gasverbruik, kun je zelfs bepalen welk van dat water warm is. En dan kun je daar ook weer optimalisaties op doorvoeren. Ik had deze eigenlijk al meteen toen hij uitkwam, dus ik heb deze al best een tijdje. En dit is de meter en dan dit is de bracket die je op de watermeter moet schroeven. En hier zit een gat in en daar klik je hem in vast en zo zit hij dan eigenlijk op de watermeter. Toen die uitkwam was er ondersteuning voor een drietal meters. Als ik me goed herinner waren dat deze drie. Daar was, even kijken, deze bracket, die staat hier op het plaatje, die was daarvoor geschikt. En deze drie meters, daar kon die op geplaatst worden. En ik had geluk, want deze hier, de Elster, dat is de meter die ik heb, dus ik was klaar. Maar ik had al vrij snel door, ook in de commentaren onder mijn video, dat er best veel mensen waren die zeiden van ja, nou dat is allemaal leuk, maar deze meter, die past niet op mijn watermeter. Dan kan ik hem niet opzetten, want dat bracketje, dat past niet op mijn watermeter. Nou, dat is best wel lang een probleem geweest. En nou, recent hebben ze vanuit Home Wizard iets nieuws gemaakt. En dat is namelijk niet één, niet twee, maar drie verschillende brackets in totaal. Waardoor je dus nu in één keer deze meter geschikt is voor 11 verschillende watermeters. En dus ook veel van de meters waarvan mensen klachten hadden van hey, mijn watermeter is niet ondersteund. Daar past hij dus nu ook op. En dat is een vrij unieke positie in de markt. Ik ken geen enkele andere leverancier die dat op deze manier aanbiedt. Even een moment stilte, maar zo bedoel ik het niet. Even een momentje voor de engineer of engineers die hiermee bezig zijn geweest. Wat moet dit een extreem moeilijke puzzel zijn geweest? Want je hebt al die verschillende meters, maar je moet wel zo min mogelijk brackets maken met zo min mogelijk schroefjes. Dit zijn de schroefjes die erbij horen. Dit is het setje compleet. Want dan zie je hier al, hier hebben de twee gaatjes zitten, daar heb je dus dit bracketje voor nodig. Dat is deze. Deze twee schroefjes, dat zijn PS4 schroefjes, die zitten hier in dit zakje. Nou, bij deze heb je ook twee gaatjes nodig, maar en dezelfde bracket, maar zijn het twee andere gaatjes? Zijn het deze twee in plaats van die twee? En gebruik je de PS2.6 schroefjes. En zo is van elke meter andere positie van de bracket, andere bracket, want je hebt drie verschillende, en weer andere schroefjes. En zo hebben ze het toch voor elkaar gekregen dat met in totaal 2, 4, 6, 7 verschillende schroefjes en 3 verschillende brackets, dat ze 11 verschillende watermeters nu ondersteunen. Wat ik echt wel een prestatie van formaat vind. Waarbij ik overigens hier deze, de Deal meter, nog wel het meest bijzondere vind. Want die heeft in zijn eentje deze bracket en dat is de enige, dat is voor deze meter. Alle anderen hebben een van de andere twee brackets, maar deze heeft zijn eigen bracket. Dus dan weet je, dit is er eentje geweest waar ze echt hun hoofd over gebroken hebben. Dit is echt een hele vervelende geweest. Maar die wordt nou dus ook ondersteund. Als je nu de watermeter koopt, dan krijg je dit setje er gratis bij. Mocht je de watermeter al hebben, maar toch die nieuwe brackets en die nieuwe schroefjes willen hebben, dat kan. Hij wordt voor 6 euro verkocht als los setje. Maar zoals gezegd, als je dus een nieuwe watermeter koopt, dan krijg je dat er gewoon bij. Nogmaals, ongelooflijk knap dat ze het voor elkaar hebben gekregen om zo'n groot aantal meters te ondersteunen. Mocht je destijds geen watermeter hebben gekocht om de simpele reden dat die niet op jouw meter paste, kijk er dan nog eens opnieuw naar of dat jouw meter nu wel bij deze set zit. Zo ja, nou, dan kun je de meter alsnog gaan toepassen. Ik heb hem echt al best een tijd in gebruik en ik heb daar echt al meer waarde uitgehaald met mijn waterverbruik. Maar ook wanneer wordt het waterverbruik en is het warm of koud water? Dat kun je afleiden. Dat heeft me veel gebracht. Ik heb hem zelf aangesloten met de USB-kabel. Dus die van mij die geeft doorlopend zijn waardes door. Mocht je hem nou moeten plaatsen bijvoorbeeld in een kruipruimte waar geen vast stroompunt bij aanwezig is, kun je er twee batterijtjes in plaatsen. Dat zijn in dit geval CR123A'tjes. Of je kunt eventueel gebruik maken van een accupack met een USB-kabeltje eraan. Dan heb je toch doorlopend de waardes in je app zitten. En zul je eens in de zoveel tijd dat accublokje opnieuw moeten opladen. Dat kan natuurlijk ook. Even tot zover. Ik wou het jullie graag eventjes laten zien. Maak er gebruik van. En ik ben heel erg benieuwd als jullie hem al in gebruik hebben. Wat een van de
van de meest succesvolle manieren is waarop je hem in gebruik hebt genomen. Wat doe je met de data? Waar heb je daarmee kunnen doen? Ik ben heel erg benieuwd. Laat dat onder de video zeker ook eventjes na. Ik zal de link naar het product hier onder de video eventjes plaatsen. En mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, laat het dan zeker even weten. Dank jullie wel.